bij de eerste biocast van hoofdstuk 3. Waarnemen heet dat hoofdstuk. En het kent natuurlijk weer een heel aantal leerdoelen. Je moet kunnen uitleggen wat een prikkel, een zintuig, een impuls en wat zenuwen zijn. Je moet 8 zintuigen kunnen noemen en kunnen vertellen welke prikkels die waarnemen. Je moet kunnen uitleggen hoe je van een prikkel naar een beweging gaat. Je moet de taak van de hersenen bij reageren kunnen noemen. Dan moet je kunnen uitleggen waarom zintuigen nou zo belangrijk zijn. Je moet 4 onderdelen en een taak kunnen noemen die het oog beschermen. Je moet 14 onderdelen van het oog kunnen noemen en hun functie beschrijven. Je moet ook die 14 onderdelen van het oog kunnen herkennen in een afbeelding. Je moet kunnen vertellen hoe het komt dat je scherp kunt zien. Je moet kunnen uitleggen wat het nabijheidspunt is. En ook moet je kunnen uitleggen wanneer je een bril nodig hebt en hoe die je helpt om scherp te zien. Je moet voorbeelden kunnen geven van gezichtsbedrog en 12 onderdelen van het oor kunnen noemen en hun functie beschrijven. Die 12 onderdelen moet je ook weer kunnen herkennen in een afbeelding. De grootheden, frequentie en geluid en hun eenheden moet je kunnen hanteren. Je moet kunnen uitleggen dat reuk en smaak samenwerken. Ook moet je kunnen uitleggen wat smaakgebieden zijn en je moet die kunnen aanwijzen in een afbeelding. Dan gaan we nu beginnen met 3.1. En het begint hier. Met een geluid. En dat geluid, dat is de prikkel. Dat zijn geluidsgolven die bij je oor komen. In je oor is het zintuig. Natuurlijk niet de oorschelp die je hier ziet, maar het zintuig binnen in je oor. En het zintuig maakt van die prikkel een bericht voor je hersenen. Dat was dus de prikkel. En het berichtje voor je hersenen heet de impuls. Hier zie je de huid en je denkt er niet zo bij na, maar er zitten een heel aantal zintuigen in. Zo heb je hier het koude zintuig. Hier heb je het pijnzintuig, vlak daarnaast zit het tastzintuig. Daarmee kun je dus voelen of iets ruw of glad is. Daar heb je het drukzintuig. En tenslotte nog het warmtezintuig. Hier zie je het zenuwstelsel van de mens. En dat bestaat uit de zenuwen. Je ziet er hier 1 aangegeven, maar de rest kun je ook wel vinden, denk ik. En het ruggenmerg. En tenslotte nog de hersenen. Die 3 onderdelen maken het zenuwstelsel uit. Hoe gaat dat nou als de telefoon gaat en je wilt hem opnemen? Het overgaan van de telefoon, het geluid, dat is de prikkel. Die prikkel komt terecht bij je oor. Je oor zet hem om in een impuls. Die impuls komt terecht in je hersenen. Daar beslis je wat je gaat doen. En dan gaat een andere impuls door de zenuwen. En die komt terecht bij je spieren. En dan neem je de telefoon op. Zo werkt dat bij het reageren. En dat is tevens het einde van de 3.1 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.